Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een krachtig hoge drukgebied en dat zorgt voor rustig en helder weer in onze omgeving. De zon schijnt vandaag volop, niet alleen in Nederland, maar ook in België, grote delen van Engeland, het westen van Duitsland en Noord-Frankrijk en ook in Denemarken. Als we naar de Europese weerkaart kijken, dan zien we dat hoge drukgebied liggen boven de Noordzee. De komende 24 uur gaat het hoge drukgebied nauwelijks van plaats veranderen. We zien het wel een heel klein beetje opschuiven in zuidelijke richting. Het komt eigenlijk pal boven ons land te liggen en daarna in de loop van de dinsdag schuift het nog wat verder op in de richting van Duitsland. Maar een tweede kern van hoge druk ligt boven de Britse eilanden. We zien woensdag geleidelijk aanpas de bewolking weer toenemen. Dan gaat ook zachtere lucht ons land langzaamaan bereiken. Tot die tijd is het nog koud in de heldere lucht. Vanavond koelt het alweer snel af tot onder het vriespunt, zo'n min 3 graden halverwege de avond bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Komende nacht staat er weinig of geen wind en daarbij gaat het dan matig vriezen in het binnenland met temperaturen tot min 7 op sommige plaatsen. In het westen iets minder koud, min 3 of min 4 graden. En dat alles bij weinig wind dus en heldere condities. Morgen overdag duurt het een tijdje voordat de temperatuur weer boven het vriespunt uitkomt. Dus ook morgenochtend nog kan het glad zijn en kan je last hebben van bevroren autoruiten. Uiteindelijk in de middag wordt het een graad of 3. De wind is zwak en waait in eerste instantie nog uit het oosten, maar draait later naar zuid tot zuidwest en neemt aan de kust aan toe tot matig kracht 3. Dan dragen daarna. In de nacht naar woensdag is het nog helder, kan het licht vriezen. Overdag zien we de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. Blijft waarschijnlijk wel droog. In het zuidoosten van het land wordt het nog 4 graden, in het noordwesten al een graad of 8. Dat is de zachtere lucht die aan het binnendringen is. Op donderdag en vrijdag heeft bewolking ladder overhand en er kan van tijd tot tijd wat lichte regen vallen. Met 8 of 9 graden is het duidelijk niet koud meer. En er komt ook een stevige wind tijdelijk te staan uit noordwestelijke richting, aan zee zelfs krachtig, kracht 6. Kijken we dan naar de dagen daarna, de kansen op koud winterweer. Die zijn de eerste twee dagen dus nog behoorlijk groot. Daarna zijn ze even weg en in de loop van het weekende en begin volgende week, dan zien we dat de kansen op vorst in de nacht weer wat toenemen naar zo'n 40 tot 45 procent. De kans dat het de hele dag blijft vriezen, die blijft voorlopig nog heel klein. Dus echt vol op winterweer, dat is het nog steeds niet. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.